zeg altijd tegen mensen als je hier naartoe rijdt, het is het eind van de wereld. Als je denkt dat je niet verder kan, rijd door tot je echt niet verder kan en dan ben je er. We zijn bijna 11 jaar geleden hier naartoe verhuisd en hebben op een aantal plekken gewoond. En sinds een maand of 6 wonen we hier in deze tiny home. En dat is al 11 jaar op Curaçao. En met heel veel plezier nog steeds. Ja, ik ben ooit naar Curaçao gekomen vanwege mijn werk. Van huis uit ben ik softwarearchitect / software developer. En werk voor een lokaal bedrijf hier op het eiland. En vanuit Nederland reisde ik veel op en neer. En uiteindelijk na 2 jaar besloten dat we het toch wel heel erg leuk vonden hier. Dat we het de overstap maakten naar de andere kant van de plas. En dus hier zijn gaan wonen. Dus ik heb ook al die tijd en ik werk ook nog steeds voor dat bedrijf. Inmiddels wel part-time, omdat we hier ook veel werk hebben. Maar dat is uiteindelijk de reden geweest. En we hebben er nooit een tijdslot aan gehangen van hoe lang blijven we. Maar altijd gezegd, als we het naar ons zin hebben, gaan we niet weg. En als we het niet naar ons zin hebben, gaan we wel weg. Maar ja, we hebben het nog steeds naar ons zin. Nice. En zo 11 jaar later zitten we hier nog. Dus welkom bij ons containerhuis op Curaçao, Fuik. Je ziet hem achter mij. Wij staan hier nu pak een beet een maandje of 10 op de hoge palen. Waardoor we echt een grandioos uitzicht hebben over de hele vallei. Maar ook optimaal gebruik maken van de wind, waardoor het ontzettend veel verkoeling geeft. Het is nu heel warm, maar daarboven is het echt heerlijk cool. Dus dat is ook een van de gave dingen hoe die ontworpen is. Is dat je dus eigenlijk geen airco's en dat soort dingen nodig hebt, maar echt gebruik maakt van gewoon de wind en de verkoeling die er is. Hij is denk ik 3 jaar geleden zijn we gestart met de bouw. Alle credits voor een van mijn beste vrienden die hem helemaal ontworpen en ook gebouwd heeft. En wij als vrienden hebben hem daar heel erg bij geholpen. Ongeveer een jaartje geleden hebben mijn vrouw en ik besloten de woning over te nemen. Dus niet echt een bewuste reden of een bewuste keuze geweest om een containerwoning te bouwen. Maar het kwam op ons pad en we vonden het geweldig. En we hebben besloten om die stap te maken. Nou, welkom in ons huis. Ik neem jullie graag mee. Dit is de ene zeecontainer, is ons slaapgedeelte met daarachter de badkamer. We hebben echt heel bewust gekozen voor een heel groot bed, zodat je gewoon lekker comfortabel kan slapen. En elke ochtend wakker worden met dit fantastische uitzicht is heerlijk, is fantastisch. Ik denk 1 jaar of 3 geleden zijn we via vrienden van ons in aanraking gekomen met voedselbossen. Met het bouwen van voedselbossen op een manier die heel erg geschikt is voor dit tropische klimaat. Want we hebben hier heel veel wind, heel veel zon, weinig water, harde grond, noem het allemaal maar op. Voor de traditionele landbouw altijd een beetje lastige omstandigheden. Dus het eerste keer toen ik het hoorde dat hartstikke veel kans van slagen heeft, moest ik hem eigenlijk een beetje uitlachen. Zo van, spoor je wel. Maar goed, dat was de eerste keer dat we daarmee in aanraking kwamen, maar ja, toch prikkelde het blijkbaar toch. En zo rolden we er langzaam in, totdat we een aantal weken later bij een ook inmiddels een goede vriend van ons op zijn terrein kwamen, waar zij een eerste proefproject deden met die techniek. En ik kwam daar en ik was verkocht. Ik zag dat groen, die wilde, dat het leefde. Ik krijg er gewoon kippenvel van, als ik er weer aan terugdenk. En we waren allebei gewoon verkocht en toen zijn we daarin doorgegaan. Hebben we eerst van ons vorige huis hebben we de achtertuin omgetoverd tot een voedselbos wat nu ongeveer 3 jaar oud is. En daar zijn we in door blijven gaan en zo langzaam maar zeker zijn we die switch gaan maken richting die manier van leven. Dus bouwen van voedselbossen, leven in de natuur. We leefden altijd al heel veel buiten.
En dat ja, in combinatie met deze woning, maakt het één groot geheel waar we ontzettend gelukkig van worden. Dus ja, zo is dat langzaam die kant op gerold. Deze containerwoning is helemaal van scratch gebouwd. Dus echt gewoon van kale containers tot een volwaardig huis. En er is gebruik gemaakt van hele eenvoudige, relatief goedkope materialen. Maar er is ontzettend veel moeite ingestopt om daar iets heel moois van te maken. En dan hebben we het echt vanaf het bed tot de keuken, de bank, alle kastjes. Zelfs de hele dakconstructie en het dak, de dakgoot die daartussen zit. Alles is zelf gebouwd. En dan met als eindresultaat deze prachtige woning. Nou ja, de lasten van dit huis zijn ontzettend laag. Als je dat vergelijkt met een normale, reguliere tropenwoning, is het gewoon niet te vergelijken. Er zitten geen hypotheeklasten op. Het verbruikt nauwelijks stroom, je verbruikt weinig water. Eigenlijk het enige wat je hebt is gewoon het onderhoud. Maar ook omdat het huis relatief klein is, valt dat ook alweer mee. Dus ja, de lasten zijn ontzettend laag. Pak een beet tussen de maandelijkse lasten om er te wonen. Nou, die zijn denk ik 100, 150 gulden per maand. En dan heb je gewoon je onderhoud. Ja, dat is een beetje afhankelijk van als er iets kapot gaat, maar het huis is nog helemaal niet oud. Dus daar hebben we ook nog voorlopig helemaal geen last van. Oké, en vanuit de slaapkamer komen we in de wooncontainer, zoals we dat noemen. Achter me zie je de keuken. De keuken is ook ruim opgezet. Heeft eigenlijk alles wat je nodig hebt om gewoon lekker uitgebreid te kunnen koken. Hier staan we in de woonkamer met een lekkere bank. De bank kan uitgeklapt worden tot een bed voor eventuele logees. Ja, en ook hier weer het uitzicht is magisch. Nee, ik zeg het waren meer de opbouwkosten. Maar goed, dat was meer gewoon om het ding hier te krijgen en hem neer te zetten, zoals de fundering en de stroom aanleggen en het waterleiding aanleggen, omdat die nog niet off-grid is. Dat komt ooit wel een keer, maar het is in principe niet echt een belangrijk doel. Ik zou het heel tof vinden. Maar voorlopig hebben we dat een beetje op de lange baan geschoven. Dus hebben we gewoon een stroomdraadje en een waterleidingje getrokken. En dat gaat voorlopig prima. Dus dat zijn wat investeringen geweest om hem operationeel te krijgen. Maar als die eenmaal staat en draait, dan is het helemaal goed. Heel weinig. Een typisch Curaçaose constructie, waarbij deze kavels zijn eigendom van de overheid. Die huur je, waarbij je dus je echt wel moet houden aan de bestemming, namelijk landbouw of het verbouwen van voedsel. Hoe je dat doet, dat maakt niet uit als je dat maar doet. Dus het is niet de bedoeling dat dit helemaal volgebouwd wordt met huizen. De voornaamste bestemming is landbouw. Dit kavel, het is een kavel van 2 hectare, dat huren wij van de overheid. En wij creëren daar dus het voedselbos op. En alles wat op het land staat, daar ben je eigenaar van. Dus dat hebben wij aangeschaft. En dat is een beetje hoe de constructie hier werkt. Even binnen blijven. Hup. Binnen blijven. Ja. Nou, we staan hier nu eigenlijk in wat het startpunt is van wat uiteindelijk één groot voedselbos moet worden. Iets misschien leuks om te weten, we staan eigenlijk in een oud geitenhok om te voorkomen dat de geiten binnenkomen, want die eten natuurlijk alles op. Wat we hier doen is op basis van Syntropic Farming maken we hier een start van ons fruitbos. Dit laten we eerst groot worden en vanuit daar gaan we heel langzaam de rest van het terrein aanplanten en uitbreiden. En je ziet het hoe ontzettend groen en het leeft en dat is wat we eigenlijk overal willen. De nadelen van een tiny home of kleiner wonen, ik heb ze nog niet gevonden. Maar een van de dingen, ja, dat is altijd even, dat moet je altijd even doorheen, is ontspullen. Het is heerlijk, maar het is toch ook wel weer lastig. Hè? Want we proberen best wel een beetje sustainable te zijn, dingen her te gebruiken. Ja, om dan maar de hele mikmak weg te gooien, dat doe je ook niet zo snel. Dus dat was een stap waar we even doorheen moesten. We moeten ook heel veel dingen gewoon zelf uitvinden hier. Wat ik ook eigenlijk geen nadeel vind, maar het kost wel tijd, waardoor je soms even dingen moet laten. Dus we hebben bijvoorbeeld onze eigen, niet riolering, maar beerput gemaakt in de vorm van een rietbed. Dus dat zuivert het water, zodat we het alsnog weg kunnen laten lopen. Als dingen kapot gaan, dan zijn we toch wel echt een beetje op onszelf aangewezen.
En dat hoort erbij. Het vorige huis was echt een tekenend tropenwoning uit en dat was ons huis. Daar hebben we met heel veel plezier gewoond. En inmiddels zijn we nu verhuisd naar de tiny home. En dat het echt, we leefden altijd al buiten. En dit maakt dat je dat eigenlijk nog meer doet. En eigenlijk alle overbodige ruimte die je toch niet gebruikt in een wat groter huis, daar heb je niet eens last van. Dus wij vinden dat kleinere wonen juist ontzettend bevrijdend. Zorgt dat je gewoon veel minder tijd kwijt bent aan dingen die toch niemand leuk vindt, zoals huishouden. En het ontwerp van deze container die maakt dat het ontzettend cool is in huis. En de meeste tropenwoningen, van de meeste woningen hier op Curaçao, hebben gewoon best wel, is gewoon warm. En hier is dat dus totaal niet. Dus je ziet een groot dak erop zitten die zorgt dat de zon de containers niet raakt op het heetst van de dag. Er is heel erg nagedacht over de windflow door het huis. Dus kleine ramen op de wind, de grote deuren om die tochtflow te krijgen. Dus het is ontzettend veel verkoeling. Ja, en het uitzicht. Het uitzicht is magisch. Het heeft dan niet zozeer met de tiny home te maken, maar wel dus dat we hem helemaal op precies die plek konden zetten die we graag wilden.